Ja, dames en heren, ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Een echte tijger is niet de... Allemaal super leuk als je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog hier op mijn kanaal. Met u, jawel, we zijn er weer. Oh, en het voelt goed om te zeggen, dames en heren, maar... Eindelijk de Halloween spullen. Ik ga straks de Halloween spulletjes opzetten, want het is gewoon oktober. Het Halloween seizoen gaat beginnen. Nog niet in alle video's, want ik moet nog wachten op iets voordat ik met Job die opnames kan gaan doen. Maar, wordt wel leuk. Dat sowieso. Maar goed, eerst gaan we even lekker een kaasbroodje eten. Karamelkje erbij. En dan daarna zie ik jullie weer. En dan gaan we die Halloween spullen wel eens even ophangen, want daar heb ik wel zin in. Zo, nou ondertussen heb ik ook een pakketje gekregen. En wat het pakketje inhoudt, dat ga ik nu straks laten zien. Eerst eventjes de Halloween spulletjes ophangen natuurlijk. Ja, dat zijn het hoor. De pompoen. Pompoen. En nog één. Heel veel soorten en maten aan lampionnen. En dan ga ik natuurlijk niet in wilde weg alles ophangen en neerzetten. Ik heb al wat plekjes gemaakt. Dus ik weet wel een beetje waar ik alles wil neerzetten. Nou, om te beginnen. De eerste twee dingetjes die staan er al. Oftewel de pompoenen. En die kan ik dan vanavond zo aanzetten. En dan zie je dit. Dat is toch vet. Ja, nice. Dus de eerste twee pompoenen die staan er al. Die staan goed. Nou, ik heb hier nog veel meer. Ik heb hier nog een hand en dit is wel leuk voor buiten, denk ik. Oh ja, deze had ik ook nog. Ja, hier zit ook nog zo'n ledlampje op als het goed is. 1, 2, 3. Ja, vet. Heel vet. Die ga ik denk ik hierboven neerzetten. Hoppatee. Nou, wat hebben we allemaal nog meer? Ja, we hebben zat. Ik weet het. Oh ja, kunnen jullie deze nog herinneren, dames en heren? Deze, dames en heren, was van vorig jaar. De vorige jaar heb ik deze bij de planthal gekocht. Ik denk dat ik die gewoon weer op dezelfde plek zit als vorig jaar. Dus gewoon daar zo bij de televisie. Ah, nice. En deze hebben we net ook nog. Ah, ik zit te denken, deze had ik... Nee, dat doe ik met lampionnen. Waar ga ik deze even ophangen? Pompoenlampjes. Ja. Misschien gewoon daar zo bij mijn keuken. Dat zou ook nog kunnen. Ik laat jullie zo zien hoe ver ik ermee ben. Eerst eventjes alles klaarmaken. Tot zo. Als het zo lang. Nou, inmiddels hangt alles bijna. Alleen daar is het een beetje losgelaten, dus dat moet ik zo even opnieuw vastdoen. Maar kijk, het ziet er toch best wel gezellig uit zo. Al echt in Halloween thema. Nou, deze ga ik naar buiten neerzetten. En dan doe ik dan weer twee lampjes bij. Dus dan zat ik te denken aan de lampjes die normaal gesproken dus daar en daar op staan. Ik denk dat ik die gewoon in het midden zet. En met die twee lampjes erop gericht. Ja, weet je wat? Ik laat jullie even zien. Het is makkelijker. Nou, zien jullie dat? Kijk, hier twee pompoentjes aan de zijkant. En dan hier het huis weer. En voor mijn grote wand hier zo boven heb ik natuurlijk weer die ene spotlicht. Zoals jullie weten heb ik vorig jaar natuurlijk die spotlicht gekocht. Met allemaal van die Halloween figuurtjes. Nou, goed nieuws, die ga ik dit jaar ook weer gebruiken. Ja, als ik het doe, doe ik het goed, hè? En ik heb wel een klein probleempje, want mijn skelet, de glow in the dark skelet, ofwel deze, die was hartstikke leuk geweest. Alleen, ik heb hem een klein beetje kapot gemaakt, voor ongeluk. Maar goed, ik heb er als goed is nog één, dus die kan ik dan wel even ophangen. Maar oh, jezus. Nou, het over Halloween heb ik misschien helemaal dood. Ik begin een ding eraf te gaan. En voor de rest, ja, is een beetje spinnenweb overal neerzetten. Ik zit te denken die aan mijn voordeur te doen, twee. Nou, die moet ik nog even aanzetten. En dan heb ik het toch al langzamerhand wel weer een beetje in Halloween sfeer, hoor. Top. En ik moet nog wel op één ding wachten. Dat zijn twee andere dingetjes. Die ik ga doen met Job in het bos, in het donker. Dus dat wordt wel wat. Maar wat het precies is en wat we precies gaan doen, ga ik natuurlijk nog steeds niet vertellen in deze vlog. Sorry, maar nee. Maar goed, de eerste dingen die staan alweer uitgepakt en klaar. Nou, hier heb ik nog een hekje hangen. Jawel, kijk. Nice. En daar staat dan eindelijk weer mijn verlichte Halloween kasteel. Nice. Met de pompoenen ernaast ga ik natuurlijk ook weer aansteken dit jaar. Ja, en wat ik precies bedoelde met inderdaad de spotlight, dat is dit ding. Dit ding heb ik vorig jaar natuurlijk besteld en die gaat allemaal figuurtjes tonen op mijn huis. Dus dat is wel vet. Ja, dat kun je nu niet goed zien, maar vanavond dat wordt wel echt vet. Dat zal ik jullie vanavond eens even laten zien. Goed, en nu alles is opgehangen, dan zullen jullie misschien wel afvragen. Oké, Mitchell, maar wat zat er nou in dat pakketje? Nou, dat ga ik jullie eens wel eventjes laten zien. Het is namelijk een
ja, digitale voice recorder. Oftewel een kastje waarmee ik dus draadloos opnames kan doen. Voor inderdaad mijn mic. Dus, momentje. Ja, dames en heren, ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Een echte tijger is niet te... Ja, precies, dames en heren. Ja, jullie zien het goed. Dit microfoonkastje is super handig, want nu kan ik gewoon draadloos... Kijk, weet je wat leuk is? Ik heb het al vaker gedaan in vlogs, maar nu kan ik bijvoorbeeld gewoon lekker lopen, terwijl jullie me nog steeds doorhoren. Kijk, nu sta ik bijvoorbeeld helemaal aan de andere kant. Jullie kunnen me niet zien, dat klopt. En als ik nu even hier toe kom, dan zien jullie me weer langs me lopen. Hallo! Dat maakt het ding dan zo leuk, weet je? Dit ding is gewoon draadloos, je hoort me gewoon continu. Helemaal top. Dit apparaatje, dat kan ik goed gebruiken. Dat wordt voortaan echt handig, want dan kan ik gewoon draadloos opnemen, terwijl jullie me gewoon bijvoorbeeld van een meter afstand. Als je me niet kunt horen, kun je me nou een keer wel horen. Want ik heb dan, dit dingetje. En voor de goede opletter inderdaad. Dit microfoontje, dat was van mijn oude camera. Vroeger heb ik natuurlijk een hele grote camera gehad. En daar was dit microfoontje van. Dat heb ik altijd bewaard. Waarom? Geen idee, maar er zit gewoon zo goed geluid in. Dus zoals jullie kunnen horen. Dus, prima dingetje. Hallo! Dus ik zou zelfs gewoon kunnen interviewen nou. Het weer voor vandaag is heel simpel. Er zijn buien met een klein beetje regen erbij. Maar, het... Bruh. Nee, dit slaat helemaal nergens op. En voor de duidelijkheid, ik ga geen TV Achterhoek meer maken. Want ik zie nu alweer comments van, Mitty, ga je nog weer TV Achterhoek doen? Kun je weer interviewen? Nee. Nou ja, je zegt me ook nooit, maar... Het staat niet op de planning. Het is gewoon even leuk om, dan kan ik lekker voor vlogs gebruiken. Maar het is absoluut niet de bedoeling dat ik dit ga gebruiken om weer TV Achterhoek te starten. Want TV Achterhoek is nog steeds gone. Dus top, nou weten jullie gelijk ook dat ik een microfoonkastje heb, zodat ik mensen... Interview. Elmo, moet ik boos worden? Nee, dat weet jij. Dat doen we niet, vriend. Niet in mijn slaapkamer. Dat mag jij niet. Nee, dat ziet misschien niet zo zielig mensen, maar anders heb ik allemaal kattenhaar in mijn bed. En dat is niet zo lekker. Jullie denken aan het begin van, ah, is toch lief, dan komt hij bij je liggen. Maar dat is aan het begin hartstikke leuk, maar tot het moment dat hij de hele tijd op je hoofd heen gaat lopen en dan wordt het echt vreselijk. Zo, ik heb inmiddels wat eten op. En dames en heren, al het Halloween spul is gemaakt en ik zit zo naar een decorstukje te kijken. En dan heb ik wel zoiets van, jeetje, het ziet er echt eng uit als je vanaf hier kijkt. En dan heb ik het over dat dingetje daar, zo dat skelet met spinnenweb boven de hoofd. En het lijkt net zo'n bruid, snap je wat ik bedoel? Of als je zo kijkt, dan lijkt het ook wel een beetje op de Grinch van die kerstfilm. Ik zou het haast vergeten, maar zullen we deze ook maar eens even aanzetten? Ja, kijk, nou dat ziet wel. De bar is weer geopend. Ja mensen, zo langzamerhand komen we wel echt in de Halloween sfeer. Ik kan je denk ik alvast wel gelijk vertellen dat dit jaar maar liefst 3 Halloween video's aangekomen, denk ik. Ik ga waarschijnlijk ook samen met Sophie opnemen, dus dat wordt nog wat. Ik ben echt benieuwd hoe. Ik ben echt werkelijk benieuwd naar hoe mensen gaan reageren op deze video. Dat wordt nog wat. Zo mensen, zien jullie dat? Het ziet er wel heel vet uit. En ja, dan kan ik jullie ook gelijk laten zien. Oh nee, nog niet. Ik dacht hoe dat eruit ziet buiten, maar dat gaat helaas nog niet. En wat ik weet ook heb gedaan met die kleine spinnenlampjes, heb ik gewoon daar opgehangen. Zie je dat? Maar goed. Ja, weet je, de rest van Halloween spullen laat ik je al binnenkort wel eventjes een keer in de vlog zien. Daar heb ik even geen tijd meer voor. Ik ben ondertussen ook bezig met wasmachine en droger. Dus echt van alles tegelijk. Maar goed, dit was in ieder geval weer de vlog voor vandaag. Hoop ik heb je alweer een beetje van genoten. En volgens mij moet ik binnenkort maar weer eens een keertje naar de kapper. Want mijn haar begint weer lekker lang te groeien. Zien jullie dat? Maar goed, hoop ik heb je genoten van deze vlog. Van de eerste, ja, Halloween vlog kan ik nog niet noemen. Er komen nog Halloween vlogs aan. Ja, niet 2, maar 3. Dus vergeet allemaal niet dat blauw duimpje boven te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hiermee is het niet gedaan. Binnenkort is Halloween. Jawel, de Halloween versiering is opgehangen. Dus spoedig Halloween vlogs. Allemaal bedankt voor het kijken, dames en heren. Vergeet dat blauw duimpje omhoog te doen. En ik zie jullie bij de volgende vlog. Inderdaad, woensdag om 5 uur op mijn kanaal, Mitty. En dan zeg ik, blijf positief. En peace.